Goedemorgen. Het is weer donderdag en we gaan weer trainen. Ja hoor, daar heb ik mijn zin in. En het wordt toch weer klote weer. Dus nou. Ik ga vandaag lekker trainen. Ik ga vandaag de middelgedeelte gaan ik doen. Of ik ga alleen maar mijn leg doen. Kijken of Wim er is. Dat weet ik nooit zeker. En ja, dan ga ik eens lekker trainen. Mevrouw van Puffelen, die zit al te loeren op het eigeel. Want u raadt het al, het is trainingen. Dus twee eitjes en hoe heet het? En Griekse yoghurt met havervlokken en kaneel. Trouwens, wist u dat kaneel een heerlijke, hoe heet het, in plaats van suiker, kun je bij ook kaneel gebruiken. Ja, je weet het, ik ben geen voedingsdeskundige, dat heb ik gisteravond ook gezegd. En ik ben geen sportinstructeur. Ik weet wel alles van afvallen. En dat gaat steeds beter. Dus, ja. Ik ga even eten en dan ga ik naar de sportschool. In een, oh ja, ik heb een nieuw koptelefoontje voor in de sportschool. Dan kan ik en al die oordopjes, dat is hartstikke leuk, maar als je op een gegeven moment ja, hoe moet je het zeggen, eventjes die dingen naast je wil leggen, dan moet je die hele telefoon neerleggen en andere dingen en die koptelefoons opdraaien. Dit is makkelijker, dit sla je gewoon om je nek heen en dan ben je klaar. Dus. Nou, ik ga even eten en ik zie u later. Goedemiddag, daar zijn we dan weer. Terug van trainen. Ik heb vandaag alleen getraind, want Wim was er niet. Dus ik heb nou het minder gedeelte gedaan, dus in mijn kuitjes. Dus ik heb weer genoeg gehad. Ik heb nog een leuke foto gemaakt. Ze waren mijn eventjes als fotomodel. Dus nou, dat heb ik even gedaan. En je ziet vanavond wel de foto. Of tenminste, ja. Je ziet die nou wel. De foto. Maar ja, ik heb wel weer gelachen. Ik heb wel fijn getraind. Alleen liet mijn ding doorlopen. En nou staat hij op 2 uur, maar ik heb 1 uur gedaan aan lopen en fietsen. En heb ik vergeten uit te zetten, maar voor de rest heb ik mijn biceps gedaan en ik heb buikspieroefeningen gedaan. Ik vind het zat voor vandaag eigenlijk. Ik weet niet of ik ga fietsen, want het is vrij koud en het is guur. Ik heb geen zin om een verkoudheid op te lopen voor de kerst. Dus ik weet het nog niet of ik ga fietsen. En anders ga ik hier eventjes lekker aan de slag. Dus ik verwaarloos ook iedereen op sociale media, dus ja. Oh, het is vannacht donderdag, dus dat kan ik weer laag. Als er een raadsvergadering is, via Twitter, kan ik me even ongezouten mening weer geven. Dus, nou, wat heb ik als lunch? Nou, het is trainingsdag, dus een heerlijke salade. Gedroogde tomaten in olie, tenminste daar zaten ze, komkommer en ijsbergsla en tonijn, dus dat zijn genoeg weer eiwitjes om te herstellen. Dus zo moet je even een pilletje creatine nemen. Nou, ik ga even eten en ik ga het nieuws even kijken. Ik weet niet, ja, het is wat met die Trump, maar ja, die man is niet goed bezorgd. Dus, nou ja,
Trouwens, ik vind het eigenlijk wel leuk wat die zijn. Er komt geen moslim meer in. Gertje Wilders, vriend. Samson ging helemaal, die werd helemaal rood. Als een kreeft. Nou ja, voor mij mag hij de blame aan me houden. Ik zie u zo meteen bij het eten of zo. Een goede avond. Ja, het is alweer avond. We zijn aangekomen bij wat eten we vanavond. Nou, we eten vanavond spruitjes. Ik zie al een aantal mensen denken van... Spruitjes zijn hartstikke gezond. Vitamine C zit erin. En ik maak er weer iets aparts van. Ja. Wat hebben we nodig? We hebben nodig... Allereerst spruitjes. Noedels. Paprika. Een ei. Ginger. Hebben we nodig. En... dat is nog niet gepakt. Handbommetjes. Hamreepjes. 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 Die had ik nog over van de week. Dus, dat is het. De spruitjes gaan door de helft. Worden 5 minuten gekookt. En dan in een wok. De paprika wordt in... reepjes gesneden, uien grof gehakt, dat gaat allemaal in de wok zometeen en dan maken we er iets heerlijks van. Nadat we de noedels hebben gekookt, gaan die ook bij het groentemengsel en dan zijn we klaar. Dus, het is lekker bij kip, ik doe er zelf ook een stuk kip bij. Dus, nou, ik zou zeggen, tot aan tafel. Een goede avond. Ja, we zitten aan tafel. Even de dag doornemen. Ja, ik heb natuurlijk, het is donderdag, dus trainingsday nummer 3. Nou, ik heb het allemaal uitgelegd wat ik gedaan heb. Ik heb vanmiddag niet gefietst, want ik heb er geen zin in. Mijn armpjes doen ook een beetje zeer. Dus... ik heb daar geen, ik heb niet gefietst vandaag. Ik heb mijn spulletjes gedaan en ik heb administratie gedaan. Dus, nou, wat heb ik vanavond dus eten? Ja. Ik zie wel een hoop mensen dan die denken van, godverdamme, spruitjes met, het zijn pittig, hoe heet het, noedels met pittige spruitjes. Dat is lekker. Spruitjes, ja, ik leg het nogmaals uit. Het zit vol met vitamine C en andere vitaminetjes. Daarnaast heb ik een stuk kip erbij voor de eiwitten. Ja, Punky krijgt het vel. Dus. Nee. Ja, wat ik nou weer las in de krant. Meneer Dijkstal heeft al die bazen. Van die zorg. Dingen. Heb je maar eventjes 100% loonsverhoging gegeven. Die man die is niet goed bij zijn hoofd. Maar ja, hij wil natuurlijk zometeen ook een baantje. Als ze op de nullijn staan. Of met z'n tweeën in die kamer zit. Wat een oedlul. En dat is een dokter anders. Ja, in de weetniskunde denk ik. Ik, ja. Het zijn allemaal van die lekkere gasten. En die Dijkstal ook. Ja, het moet je trainen. Ja, ik heb het gisteren al gezegd. Met de mentaangassen. Nee hoor. Zometeen
En dan vinden ze het raar dat, dat er niemand meer op ze stemt. Dus, nou ja, en met die jihad-strijders moet er gewoon de draak mee gaan stijzen, want ik ben niet bang voor ze. Weet je, er is een oproep gedaan door iedereen om, als je van die foto's vindt van de DAS of de IS, de DAS heet het in het Midden-Oosten, D-A-E-A-S, DAS, dat je die belachelijk moet maken. Ik heb er al een paar gezien waar de DAS-strijders opstonden, afgebeeld als wat eindjes. Dus we moeten ze gewoon, hoe heet het, allemaal tegen dit gaan doen. Dus ik ben niet bang voor die baardame. En hier in Nederland hebben ze die gozer die liep te roeien van, ja, Allah is groot, Allah Akbar. Die 6 jaar gekregen. Hoppa. Ja, ik ga in hoger beroep, want mijn kinderen. Ja, nou je hebt hem eerder moeten denken. Baardaap. Nou joh, en al die gasten. Allemaal gewoon opsluiten. Sleutel, hoe heet het, omdraaien. Sleutel inleveren bij de oude ogels. Onbetijdsheid tegenwoordig. Ja, we hebben geen sleutel meer. Nou, we doen wel een pakje brood door het luikje heen. Met levenworst. Of met varkensfrikadel. Hey, hoe vind je die? Lekker, hè? Nou, als jij honger hebt, dan vreet je wel, hoor. En een beetje azijn in het water. Prima. Nee hoor, al die gasten niet meer weten. Maar ja, dan ga ik weer. Dan kom ik weer op een dodelijk punt. Want het is haatzaaien. Want anders komt Bertje Koenders in actie. Of anders Diederikje. Nou, Diederik die lijkt steeds meer op een oude hol. Dus je kan hem zijn kop in je reet, met die andere in zijn reet steken. Of je kan er een deodorantje van maken. Zo'n oude hol roller. Nee hoor, afmaken die gasten. Gewoon een sleuteltje weg. Broodje naar binnen en dan doe je de eerste 40 allemaal mee. Zo. Nou, ik ga eten en ik wens jullie een hele goede avond.